Een evenement met honderden bezoekers. In de huidige corona-lockdown is het haast ondenkbaar. Toch komen er komende week honderden mensen samen in onder meer het Beatrix Theater in Utrecht en de Ziggo Dome in Amsterdam. Daar starten de eerste proefevenementen van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid, waar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Tekst gaat verder onder advertentie maandag. Staat er een zakelijk congres gepland, dat staatssecretaris Mona Keizer, Economische Zaken en Klimaat, zal openen. Daar zijn zo'n 500 mensen voor uitgenodigd. Volgende week, zaterdag, volgt een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, ook in het Beatrix Theater. Verder staan twee voetbalwedstrijden met 1500 supporters op de rol, twee evenementen in de Ziggo Dome in Amsterdam en twee buitenfestivals in Biddinghuizen. Voor de deelnemers gelden strikte regels. Ze moeten maximaal 48 uur voor het evenement een coronatest ondergaan. Bij binnenkomst worden vragen gesteld over eventuele klachten, wordt de temperatuur gemeten en ondergaan enkelen een sneltest. Achteraf doet iedereen opnieuw een test, 5 dagen na het evenement. Spatscherm. Tijdens het evenement dragen de bezoekers een bewegingssensor, zodat achteraf precies duidelijk is hoeveel contact ze onderling hebben gehad en waar ze hebben gelopen. In het theater zijn bubbels gecreëerd van groepen mensen. Daarbij heeft elke groep bijvoorbeeld een eigen ingang en toiletruimte. Ook gelden voor bepaalde groepen andere regels. Sommigen moeten een mondkapje dragen, anderen zitten achter een spatscherm. In november kreeg de organisatie al toestemming voor de proefevenementen, die in januari zouden plaatsvinden. Deze werden tijdelijk uitgesteld vanwege de opkomst van de Britse coronavariant en de daarvoor strengere maatregelen. De evenementen gaan nu toch door, omdat het nodig is voor de branche om vooraf te testen hoe grote evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. Een winkel zou bijvoorbeeld na de lockdown zonder al te veel voorbereiding open kunnen, maar een evenement wordt maanden voorbereid, legt de woordvoerder van Fieldlab Evenementen uit. Buzzen, let's blokkade.